start van de Special B-klasse. Die acht colliders op de startbaan van de eerste man. Afdeling van de Special B, eerste man. Hun tijdwaarneming wordt gestart. En het is met de startnummer 19. De rijders met de grote vlag op hun mondkamp. Die de leiding neemt. Op het andere benen. Uitveld. Tweede is Roy Curvers. Derde is Ronnie Keun. Vierde is Martijn Hunt. Vijfde Jos de Brinke. En zesde Raymond Lammers. Dat zijn de eerste zes doorkomers. Dan hebben we Jos ten Brinke en Raymond Lammers, maar ik mis hier op een elektronische baan eigenlijk twee bolides. Dus ik moet ook even naar de wedstrijd kijken. Kampioenschap op
de rode bolide rijdt nu op de vierde plaats, maar het groepje komt dichter bij elkaar. Het lijkt ook wel alsof de leider in de wedstrijd, André Beene, enigszins het spel op. En de enige die nu even niet kan volgen is Martijn Hunt uit Veenhoven. De lijn in het kampioenschap, maar de eerste drie maken er een eerste wedstrijd van. Jos Hunt, nummer 8 op de tweede plaats. En daar vlak achter nummer 2 in de goede keuze. 2 en 3 in de wedstrijd. Martijn Hunt nummer 4 op de rode bolide. Leider nog steeds de start nummer 19, André Veen op de vijfde plaats. Raymond Lammers uit Heppen. Nog één ronde. Voor Jos ten Brinke en Ronnie Keus. Nog
nog een keer proberen, denk ik, hoor.